Oké, okay, dit is dus vandaag, en dan kunnen we misschien even heel even nog over het Giel Belen ding. Over dat Giel die apengeluiden had gemaakt. Of hij had zich gezegd over die... Wat voor geluid maakte hij dan? maar wat was het verhaal? Want hij weet het echt niet. Nou ja, oké, okay, nee, dus Giel die had... Ja, ik heb het een beetje gehoord, maar ik heb het niet gehoord. Hij deed een radioshow ja. En er was dus... Er klonken apengeluiden. En toen zei hij... Dat deed hij aan. Rustig, Sylvana, ja, dat zei hij. Hij deed een apengeluid aan. Nee, dat was een apengeluid. Er was een apengeluid. Maar apengeluiden? Ik vind het met en zijn associatie was meteen met Sylvana. Nee. Ik heb echt een enorm zijweg. Ja, wat ter discussie ineens kwam, okay, is dus dat ik zag op de sociale media... dat er ineens dus enorm werd gevallen dat er over Giel wordt... Jou maakt het niks uit dat hij dat doet. Hij is een G.I. Joe poppetje. Nee, nou ja, laat ik het zo zeggen. Zeg maar in het medialandschap, zeg maar, of het nou de publieke zijn of de commerciële, zo van linksom of rechtsom, het gaat gewoon om één ding. Je kan mij niet wijsmaken dat het iets anders is. Wat dan? Je hebt het net zelf gezegd. Nou, geld. Luistercijfers. Maar is het fucking cynisch als je dat niet is, het kan jou niet meer schelen dat Badr Hari vecht. Die staat voor een soort van... Ja, maar jij Badr Hari al... In dit verhaal heb jij Badr Hari al gestemd als slecht. Nee, maar luister. Ja, maar ik zie dat al. Ja, het zijn vooroordelen. Ja. Oké, maar na zoveel rechtszaken en... Ja, maar oké. Okay. Expliciet op Facebook poseren met je vriendje uit Wit-Rusland. Dit is je vriendje de dictator. Ja, man. Nee, hoe heet die gast in Wit-Rusland? Hij gaat daar op bezoek. Hij zit in een gouden fucking badkuip met een Kalashnikov. Zit hij zo, hier word ik tenminste gewaardeerd. Het is fucking ranzig gewoon. En ik ga niet maar, zeggen, ja, maar is alles is relatief. Alles is relatief. Maar is een mooie ik zei niet alles relatief is. Zodra hij in de ring stapt, heb je geen reet aan die gouden badkuip. Exactly. Dan moet dat is helemaal geen fucking argument. Nee, luister nou, dan moet ik knokken voor zijn plekje. Ja, en dan kan je ook zeggen over Giel Belen. Weet, luister, ja, dat is precies wat ik ook zeg. Zodra je een radioprogramma maakt, is het gewoon fucking radio maken. Kijk, wat ik sowieso denk. Ik vind Giel sowieso al een shoppie. Ik ook. Fucking dork. Dus als hij dit doet, denk ik, ja, dit is wat shoppies doen. Ja. Dus ergens snap ik niet waarom mensen verbaasd zijn. Dat is wat ik ook had. Ja, dan snap ik niet waarom mensen verbaasd zijn. Gaan we nu met z'n allen... We gaan nu ineens... Hier komt hij nou. Nee, maar hier komt hij nou. Alsof hij niet al jarenlang een fucking douche was. Ja, maar dit telt niet. Wat jij doet. Telt het niet? Omdat het fucking niet telt. Ik zei toevallig, was een tweet van mij op Twitter laatst. Ik zei al jaren, Giel Belen, Schmiel Schmelen. Het is een van de grootste humorloze dorks die er zijn, toch? Het is een fucking dork, kut humor met de saaiste grappen ooit. Maar ik weet gewoon dit, dat als jij meedoet in een bepaalde industrie of in een deel van het systeem, of whatever the fuck je wil noemen, als je daarin zit, dan kun je er niet op rekenen dat binnen dat ding ineens rekening wordt gehouden met principes en idealen. Ik weet heel goed waarvoor je daar erin zit. Ja, maar iedereen zit binnen een bepaald ding. Iedereen zit in een ding. Dus als je daar ook een vrijwaard bent, ben je altijd een vrijwaard. Nee, want bijvoorbeeld nu zitten we eigenlijk ook in een ding. Is het in een fucking ding? Ja. Nu zeg ik gewoon in principe wat ik wil zeggen, maar... Ja, maar dan ben je toch steeds verantwoordelijk voor de dingen die je zegt. Het is niet van, ja, maar ik zei het nu hier aan tafel of zo. Of ik zei maar ik weet dus ook wel wat ik zeg. Nee, maar ik vind het wel interessant. Ik maak racistische grappen met mijn vrienden. Ja, maar je kunt dus nooit iemand iets kwalijk nemen als het binnen een bepaalde subcultuur gebeurt. Nee, waarin... nee, dat ben ik niet met je eens. Ik vind even het voordeel terug naar Badr. Want wat hij doet buiten de ring en in de ring vind ik wel een verschil. En het is meer van... dat hebben we ook over Maradona die gekke dingen doet. Of Mike Tyson die gekke dingen deed. Michael Jackson. Uiteindelijk, ik vind dat anders, sorry, als je in de media werkt. Want ik net zei, niemand praat terug. Je bent alleen maar... In de media praten fucking veel mensen terug. Nee, maar dat is niet helemaal waar. Krijgt shit over je heen van alle kanten. Er is nu een verandering aan het plaats, omdat social media zo belangrijk is. Maar dat is iets van nu. Maar iemand zit al 10 jaar en wil het ook niet... Helemaal een soort anti-Giel ding. Maar ik bedoel, dat is een ander verhaal. Je kan niet Giel vergelijken met een Badr. En ik vind Badr... Nee, en ik ben blij, omdat ik vond toen hij opkwam... vond ik hem heel inspirerend. Ik vond heel tof dat hij dat deed. En er zijn toen dingen gebeurd waar ik niet erbij was. Maar waar nee, maar je wil hem blijven zien zoals hij toen was. Toen jij hem nog ga ik ervan uit dat de helft van die dingen dan waar is. Voor de sake of the argument. Ik weet het niet. En ik ben heel blij om hem nu te zien in de ring en in zijn element. En ik ben blij dat er iemand is met een soort karakter in die sport. En ik vind hem een karakter. En dat, sorry, dat vind ik aantrekkelijk. Ik vind dat aantrekkelijk in de zin van, ik wil er naar kijken, ik vind het boeiend, hij maakt het, weet je, hij, ik vind ja, maar dan het ben ik dus zo. Nee, maar jij weet toch
zeg maar, jij weet toch wat jouw eigen intenties zijn? Daar gaat het uiteindelijk over. Wat ik over Giel wilde zeggen is, ik raakte vandaag in gesprek met Akwasi, ja, die een heel principieel en idealistisch, ja, mens is. Hij zei nu van, fuck Giel Beelen, dat is wat hij nu, ja, wat hij nu zei. En toen zei ik tegen hem van, maar Giel is toch altijd zo geweest? Het is niet nieuw, het kan niet nieuw voor je zijn. Nee. En, ja, en toen zei hij van, hoe denk jij erover dan? En ik zei tegen hem van, kijk, als jij dit wat wij doen, uiteindelijk van de dag gaat het hele ding, het grote geheel gaat over geld. Daar gaat het over. Uiteindelijk. Ja, maar dat is toch geen vrijwaring van. Nee, nee, wacht maar even, Henk, wacht maar even. Daar gaat het in het geheel over. Hoe jij daarin staat, of hoe ik erin sta, dat kiezen wij zelf. Dat kiezen wij. Hoe iemand anders daarin staat, dat is aan diegene, zeg maar. En dus, of jij zeg maar dat spel wil spelen binnen dat systeem wat er ligt daar, dat moet jij zelf weten. Jij kan meedoen, jij kan oefenen voor je shows, jij kan je gedragen, jij kan meedoen aan fucking Ik hou van Holland, of niet. Als jij, als jouw principes zeggen ik wil er niet aan meedoen, moet je er niet aan meedoen. Maar ga niet raar opkijken als iemand anders er wel aan meedoet, want dat is nou eenmaal zoals deze maatschappij is ingericht. En namelijk, it's all about the fucking euro aan het einde van de dag. Ja. En zeg maar, en als jij, dus wat dat ik is al heel cynisch. Zijn het euro's of zijn het ook gewoon vastgeroeste? Nou ja, kijk Henk, als er mensen, systemen, toch? Als er steeds meer mensen ontstaan zoals jij in een industrie, of Kees, of Anouk for that matter, of hoop ik en Patrick, ken ik nog niet zo goed, maar dat denk ik. Zeg maar, dan hoop ik dat er, zoals Ewald van Vught zei in zijn toespraak, Ewald van Vught van Roofstaat. Wat hij zei in zijn toespraak is mij heel erg bijgebleven. Hij schreef het verhaal over Roofstaat, schreef hij gewoon vanuit een ding, omdat hij iets moest doen. Want hij was op Bali en had niks te doen. Dus hij begon dat boek te schrijven. Toen zei hij dat ik nu na zoveel jaar kan vaststellen dat er een shift heeft plaatsgevonden in het paradigma. Stelt mij heel erg tevreden. Dat ontroerde hem. Daar ben ik ook heel blij om. Ja. Maar dat zijn mooie dingen wel. Als je met die intentie erin gaat, kom je bedrogen uit. Want dat is nou eenmaal. Als je verwacht dat het gebeurt. Ja. Want wat ik denk dat je het beste kunt doen, is erin gaan met jouw eigen set aan principes en idealen. Ja, ja, ja. Maar ga niet huilen als de rest dat niet doet. Nee. Ja. Want dan ga je bedrogen uitkomen. Dat is niet. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we de gevoeligheden sneller serieus bespreken nemen, en sneller serieus nemen. Ja. Het gaat er alleen maar wel lange termijn in de zin van meteen iemand observeren. Dus meteen het gaat over balans in de discussie. Heeft het er dan mee te maken of iemand op dat moment heel populair is of dat het een soort aflopende zaken. Maar ik luister goed wat jij zegt. Het is natuurlijk, ik bedoel, ik mag Giel ook heel graag. Ik ken hem al heel erg lang. Maar hij heeft natuurlijk wel dingen gezegd wat echt niet door de beugel kwam. Nee. En dat wat je zegt is niet de eerste keer. Nee. Dus dan denk ik, oké, destijds was hij natuurlijk super gewild. Ja. Toen heeft hij natuurlijk al een paar opmerkingen gemaakt die niet konden. Ja. Daar hoorde je bijna niemand over. Of niemand. Nee, en nu niemand wist dat het fout was. Het klimaat is nu anders. Nee. Nee, maar hij is ook niet populair. Nee, sorry, dat luister, sorry. Die show was al zo aan het gaan. Ja. Hij is echt niet meer zo populair als vroeger. Want vroeger was hij gewoon top of the bill. Ja. En het lijkt me op het moment dat iemand ze. Kick him when he's down. Dus. Ja, man. Sorry, dat is het echt. Dat is wel zo. En ik vind sommige dingen waren gewoon fout wat hij heeft gezegd. Zeker. Vroeger ook al. Ja. En, maar niemand hoorde je zo wat erover. En waar waren al die mensen? Ja. 10 jaar geleden maar, toen ja, maar, al ja, maar daar het is hetzelfde met de wereld draait door. We hebben daar vaker over gehad. Blijf me verbazen. Was die hele Zwarte Piet discussie was aan de hand. De wereld daardoor heeft 4 jaar lang de discussie genegeerd. Niks. Totdat, op één dag, hij had het erover. Toen kwam Jan Mulder in een Sinterklaaspak de discussie belachelijk maken. Ja. Met Matthijs erbij, gniffelen met z'n tweeën. Ja, 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 ja. En dat was het. En de week daarna zat er iemand om te vertellen over wat voor leuk een vrouw die expert was in inpakpapier. Bizar. Nooit meer aandacht. Ja. En in dat programma ga je Giel aanpakken. Mm. I am buying it. Ja. Gewoon, ja. I am buying it. En allemaal andere mensen gaan in dat programma vertellen wat ze vinden. Nee, dat klopt niet. Dan moet je consequent zijn. Ja. En dat vind ik ook. Ik kan niet zeggen, ik ga nu naar Giel, wat is dit? Maar, je moet het wel zeggen. Ik vind dat je er maar heen moet gaan. Maar, dat je moet maar jij als ondernemer in de muziek. Als jij nu zo meteen een artiest tekent, Paul Sinha, en jij denkt, dit is topmateriaal voor de Wereld Draait Door minuutje, dan ga jij geen moment tegen hem zeggen, je moet hier naar de Wereld Draait Door uit principe. Nee, nee, nou, dus dat, en dat is hoe de wereld werkt. Ja, en nu snap ik wat je bedoelt met het gaat om geld of zo, maar dat is wel binnen. Oké, zo. Denk jij nou echt, denk je nou echt 10 jaar geleden, dat als dit was gebeurd, had Giel nooit excuses aangeboden. Nee. Want hij heeft zoveel dingen gedaan.
daar heb je niemand over gehoord. Nee. Maar jij weet donders goed wanneer jij fucked up bent of niet fucked up bent. Ja, maar je weet het alleen, als je het weet. En ja, je weet het niet als je het niet jawel. Weet. Jawel. Je weet het niet als je niet weet. Je weet het niet als je niet weet. Je weet het in je hart wel. Nou. Nee, jij weet elk nep excuus wat jij ooit in je leven hebt gegeven, weet jij donders goed. Ja, maar dan wist je het. En als je, ik zweer het je, er zijn dingen die je niet weet als je ze niet weet. Die je gewoon niet weet. Nee. Nee, weten, ja. Dat is wat anders. Dat is ratio. Dus als Giel niet in zijn hart niet weet dat wat hij doet fout is... Is hem niks kwalijk. Nee. Nee, absoluut. Daar ben ik dus mee eens. Nee, daar ben ik het ook mee eens. Ja, maar er zijn dus momenten waarop iemand wel weet dat hij ziet... Dit is dodgy en het toch doet. En dat is aan hem of haar. En niet aan ons. Dat is wat ik zeg. Maar je weet dus wat ik vind, wat ik heel nep vind, is zeg maar mensen... En ik zie dus ook op sociale media... Daar zie ik dan mensen die zeg maar zo'n gast gaan verketteren... Om, hè, dus omdat hij een, iets wat soort principieel niet door de beugel kan... moralistisch gezien niet door de beugel kan, die gaan hem dan verketteren. En dan denk ik, ik ken jou. Jij doet allerlei shit. Mm-hmm. En dan denk ik, ik bedoel niet, het is niet aan mij om nu vervolgens tegen jou te zeggen van, Gab, jij doet allerlei shit. Hoe kun jij dit zeggen? Maar ik denk dan wel, jij weet in jouw hart heel goed dat het niet aan jou is om nu te roepen wel, dat wel hij wel dit mooi, in die zin van een hele mooie gedachtegang en ook niet het beste werk, denk ik. Maar in die zin is het wel zo dat jij nooit... van iets kunt zeggen. Exactly. Nooit meer. Nee, ik kan er... Ergens over. Ja, klopt. Want zodra je een mening of een oordeel gaat hebben, ben je al... Hier ben ik het mee eens. Iemand die zomaar een conclusie trekt uit daar uit feiten die die... Ja, ja en daar dat ben ik het mee eens. Ja, maar dat dus, is helaas niet hoe het leven in elkaar zit. Jawel. Nee, hoezo, nee. Het leeft toch? Ik snap niet dat zoveel mensen over Giel hebben, man. Nee, dat ik snap het echt niet. Ook al maak je aapgeluiden of wat dan ook. Ik denk, tering man, laat die gast boeien. En dan komt hij op een programma. Wat boeit hij nou voor 6 keer zijn bied? Ik wou dat ik daarbij zat van, joh. Ja, ga weer lopen lullen. Tief op, joh. Het boeit ook niet wat hij daar... Het boeit ook niet. Ik denk, wat boeit me geen rijk, man, wat hij zegt. Er zijn zoveel mensen op tv die continu aandacht krijgen. En ik denk, wie ken jij nou? Je vertegenwoordigt waar ik vandaan kom. Oké, okay. Ik snap jouw punt. Maar ja, luister, het is een nuance. Het is een issue geworden in een gedeelte, een milieu dat gecreëerd is. Wat onrealistisch is. En niks met mijn wereld te maken. Maar oké, als wij nu gaan praten... En ik weet wat ik vind. Want ik heb namelijk de hele tijd getraind op een bepaalde soort stijl van vechten. Mm-hmm. Dat is waar vechten we even, de metafoor, ja? Ik heb getraind op een bepaalde soort vechten. En nu ga ik vechten met iemand anders. Of ik ga sparren met iemand anders. En diegene doet iets waar ik niet op getraind heb. En ineens kom ik tot een higher form of learning. Namelijk dat waar ik maandenlang op getraind heb, niet de absolute waarheid is. Ja. Dat is waarom ik het leuk vind om dingen te bespreken. Omdat ik graag wil leren van wat iemand anders mij te zeggen heeft. En ik weet dat in mijn dominante manier van spreken... het lijkt alsof ik heel stellig ben in mijn conclusies, maar het is niet zo. Ik luister heel goed naar wat Henk tegen mij zegt. En daar leer ik van. Dus eerst de volgende keer dat ik met iemand praat... breng ik misschien de nuance aan die Henk mij zojuist heeft bijgebracht. Echt waar. No. Wat ik meer nog vind de meest te verwijten partij... vind ik niet Giel Beelen, maar 3FM. Ja. Toch? Zij hadden al lang in moeten grijpen. Ze hadden bij de eerste keer al moeten zeggen van... wij als 3FM distancieren ons van Giel Beelen. Ja. Om wat hij doet. We hebben hem nu 1 kans gegeven. Eerst volgende keer vliegt hij eruit. Dat had 3FM moeten zeggen. Zeker als jij inderdaad 1 keer per jaar... fucking serious request doet. Waarin jij zegt van... wij zijn als station begaan met de wereld. En met alle ongelijkheden van die.